Jeffrey Wirts, beter bekend als de YouTuber Egbert en de sidekick in de RTL-talkshow Bo, verrast de wereld met de lancering van zijn nieuwste project: een baanbrekend online radiostation dat volledig wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie. Op aankomende zondag zal dit innovatieve station genaamd HDFM, wat staat voor High Definition Fake Music, het digitale luchtruim betreden. Het concept voor HDFM kwam tot leven toen werd samen met twee vrienden een enorme hoeveelheid muziek produceerde met behulp van geavanceerde AI-technologie. Met een bibliotheek van maar liefst 12 uur aan opvallend beluisterbare muziek in handen, rees de vraag: hoe kunnen we dit het beste aan de wereld presenteren? Het antwoord bleek een online radiostation te zijn. De creatieve geesten achter HDFM lieten zich inspireren door grote radiostations zoals Radio 538 en Slam. Om de structuur van een station te doorgronden. Vervolgens richten ze zich op het creëren van net djs Personen met name als Renzo de Koning, Rob Douwe en Evertkist krijgen elk hun eigen programma, waarin ze om de paar nummers luisteraars aanspreken. Bovendien wordt er elke 30 minuten nepnieuws uitgezonden, ook gegenereerd door AI. Hoewel HDFM voornamelijk als humoristisch wordt beschouwd, beseft werd dat echte radiomakers het misschien als een bedreiging zien. Desondanks heeft hij al positieve feedback ontvangen, zelfs van een DJ van een groter station. Hij gelooft dat de mogelijkheden van AI twee kanten op kunnen gaan: mensen kunnen het links laten liggen vanwege de zoektocht naar authenticiteit, of radiostations kunnen het omarmen vanwege de eenvoud ervan, zoals bij het maken van jingles. Wirts en zijn team hebben ook een verdienmodel opgezet voor HDFM. Bedrijven kunnen advertentieruimte inkopen waarbij de commercials ook op een ingestuurde manier worden geproduceerd om perfect bij het station te passen. De eerste adverteerder heeft zich al gemeld, zo bevestigt ook de betreffende computerfabrikant aan het ANP. Met vertrouwen kijkt Weerts uit naar de toekomst van zijn station. Hij gelooft stellig dat HDFM een succesvolle onderneming kan worden en een nieuw tijdperk kan inluiden voor de radio-industrie.